Mobiele telefoons worden steeds moderner en voorzien van allerlei snufjes en gemakken. Fabrikanten zijn voortdurend bezig om met de nieuwste technologieën, vormgeving, materialen en kleuren op de markt te komen. Deze video gaat over 10 mobiele telefoons van de toekomst waarover niemand mag weten. Bekijk de hele video voor het te gekke model op nummer 1. Abonneer je op ons kanaal en geef de video een duimpje omhoog. Door het belletje aan te klikken krijg je een melding zodra onze nieuwste video is geplaatst. Uitschuifbaar scherm. Het is de fabrikant TCL uit China niet gelukt om één van de nieuwste modellen mobiele telefoons geheim te houden. Hun creatieve team is van plan om met een nieuw soort uitschuifbare mobiele telefoon op de markt te komen. Ja, maar uitschuifbare telefoons die kennen we al, zul je denken. Je hebt helemaal gelijk, maar deze mobiele telefoon zou je kunnen vergelijken met een uitschuifbare eettafel voor wanneer je meer gasten hebt dan normaal. Wanneer zo'n tafel weer in elkaar schuift, is er niet aan te zien dat het die mogelijkheid heeft. Je kunt je telefoon dus uitschuiven tot het formaat van een tablet en terug wanneer dat nodig is. Het model is vergelijkbaar met de Galaxy Z Flip en Motorola Razr, waarbij gebruik wordt gemaakt van één doorlopend display met aan beide zijden gebogen schermen. Wat voor score zou je deze mobiel geven? Kies een getal tussen de 1 en 10, waarbij 1 het laagst is en 10 het hoogst. We zijn benieuwd naar je antwoord in de comments. Samsung New Infinity. Het is niet gemakkelijk om als fabrikant van mobiele telefoons steeds met de meest originele telefoon uit de hoek te komen. Wat zou je nog kunnen doen wat nog niet is gedaan, zodat jouw telefoon opvalt tussen alle anderen? Bij Samsung kwamen ze op het idee om te werken met gebogen displays aan de zijkanten van hun Galaxy-telefoons. Het idee werd niet bepaald positief ontvangen, want wat voor nut zouden gebogen displays kunnen hebben? Samsung zette door en kwam toch met het model op de markt. En raad maar eens, het werd een succes. De telefoon met gebogen displays aan de zijkanten was best wel cool. Natuurlijk lieten de concurrenten niet op zich wachten en de gebogen displays waren niet meer weg te denken. De volgende zet van Samsung was om met een gebogen display aan de onder- en bovenkant uit te komen en vlakke zijkanten. Zou jij zo'n mobiel kopen? Motorola Razr 2. Het merk Motorola staat bekend om hun opklapbare mobiele telefoons die je zo in je broekzak kwijt kan. Maar ook bij Motorola konden ze niet achterblijven en moesten ze hun inmiddels ouderwetse bekende model aanpassen. Ze kwamen toen uit met de te gek uitziende Motorola Razr. Nog steeds opklapbaar, maar met een geheel vernieuwd uiterlijk met nog wat kenmerken van het oude vertrouwde model. Het display werd gemoderniseerd en de telefoon werd voorzien van alle eisen die gelden voor een hedendaagse Android smarttelefoon. Inmiddels is de Razr aan vernieuwing toe en is de Motorola Razr 2 op komst. Wat kun je verwachten? Een groter display, grote geheugenopslag, draadloos opladen en nog veel meer. En natuurlijk blijft het een standaard inklapmodel. De Motorola Razr 2 was gepland voor 2020, maar is verschoven naar het jaar 2021. Vind jij een opklapbare telefoon handig of heb je toch liever het gangbare model dat uit één stuk bestaat? 7. Nokia 2030. Ook bij fabrikant Nokia zitten ze niet stil en is men druk bezig met het bedenken en ontwerpen van de mobiele telefoons van de toekomst. Een van hun concepttelefoons is de Nokia 2030. Met deze vrij kleine telefoon zou je supersnel berichten kunnen versturen. Het is een telefoon met een heel apart uiterlijk, met een volledig gekleurd display, een verlicht toetsenbord en een krasbestendig omhulsel. Het zal gemaakt worden van gepolijst titanium en krijgt blijkbaar het vermogen om van kleur te veranderen door kleurenfilms aan de achterkant te bevestigen. Het is een concept en niet zeker of deze telefoons ooit te koop zullen zijn. Maar we krijgen toch nooit genoeg van alle nieuwe mogelijkheden voor mobiele telefoneren, dus een beetje dromen kan zeker geen kwaad. Er bestaat een kleine kans dat de Nokia 2030 niet slechts binnen de ontwerpkamers van het bedrijf blijft, maar eens zijn weg zal vinden naar de winkels. Wie weet valt de Nokia 2030 in de smaak bij de hedendaagse consument. We zullen het moeten afwachten. Samsung Galaxy F2. Men verwacht dat in de toekomst het aanbod van mobiele telefoons met een flexibele display zal toenemen. Het idee om je telefoon te kunnen uitvouwen tot een grotere display schijnt steeds aantrekkelijker te worden onder de consumenten. Samsung kwam uit met de Galaxy Fold, die het niet zo goed heeft gedaan op de markt. Er kwamen vele klachten binnen van het scherm dat barsten zou vertonen naar veelvuldig in- en uitvouwen. Ook waren er nog wat andere problemen met het toestel. Bij Samsung weet men niet van opgeven en inmiddels wordt de opvolger van de Galaxy Fold verwacht. Het model zal waarschijnlijk Galaxy Bloom gaan heten. Er zal met verbeterde materialen gewerkt worden en het toestel zal een zeer geavanceerde camera bevatten waarmee je prachtige foto's kunt schieten.
Ook verwacht men dat het uitvouwbare display groter zal zijn dan de Galaxy Fold. Heb je intussen al een keuze kunnen maken voor je toekomstige telefoon? Voordat je verder gaat naar de 5 resterende mobiele telefoons van de toekomst, waarover niemand mag weten, vinden we het fijn als je je abonneert op ons kanaal en het belletje klikt. Het duimpje omhoog stellen we ook zeer op prijs. 5. Samsung Galaxy Zero. De ontwerpers bij Samsung zitten geen minuut stil en zijn constant bezig met de smarttelefoons van de toekomst. In 2015 zijn ze van plan om de Galaxy Zero bij het grote publiek te introduceren. Deze futuristische telefoon zal een heel uniek uiterlijk hebben waarbij er geen knoppen en ingangen zullen zijn. Niet voor niets werd de naam Zero gekozen. Hiermee heeft Samsung een echte primeur. Stel je voor, een mobiele telefoon zonder poorten voor je oplader en geheugenkaart en geen volumeknop. Het display zal aan alle vier kanten gebogen zijn. De Galaxy Zero heeft een sensorknop voor volume aan de rechterkant waarmee het geluid kan worden verhoogd of verlaagd door erover te schuiven. Verder heeft het apparaat ook een ultrasone vingerafdrukscanner onder het scherm. Maar zoals je wel kunt bedenken, zijn ook andere fabrikanten druk bezig met het ontwerp van een gateloze telefoon. Volop concurrentie dus. 4. iPhone 2025. Nog zo'n smarttelefoon in de rij van flexibele telefoons is de iPhone 2025, die, zoals de naam het al verklapt, in 2025 verwacht wordt. Deze telefoon zal eveneens van zeer flexibel materiaal gemaakt worden en zowel naar binnen als naar buiten toe gevouwen kunnen worden. Hiermee zal de iPhone 2025 zeker aan top staan wat de flexibele telefoons betreft. De camera van deze telefoon zal over 4 verschillende verwisselbare zoomlenzen beschikken. Voor de fotografen onder ons een ware uitkomst om professionele foto's met je mobiel te kunnen schieten. Het kan toch niet mooier? Met deze mobiele telefoon op zak hoef je geen ervaren fotograaf te zijn. De kwaliteit van de foto's zijn meteen perfect en kunnen dan ook direct gedeeld worden op social media. Voor 2025 is de fabrikant Apple van de iPhones ook bezig om zelf voor de productie van haar 5G-chips te zorgen. Grootste plannen van het bedrijf die je als liefhebber van Apple-producten zeker niet uit het oog mag verliezen. 3. BlackBerry Key 3. Mobiele telefoons van het merk BlackBerry waren een aantal jaar geleden populair en domineerden de markt van de smarttelefoons. Met de kenmerkende brede vormgeving en unieke toetsenbord had het merk liefhebbers over de hele wereld. Ze verloren echter hun toppositie door het succes van de Android- en iOS-systemen. BlackBerry heeft zich nooit helemaal kunnen herstellen van deze zware terugval, maar ook zij besloten om over te schakelen naar Android smarttelefoons. Ze kwamen met verschillende modellen op de markt en voor de toekomst is de BlackBerry Key 3 gepland. Dit is de opvolger van de BlackBerry Key 2. Deze telefoon zal een ultramodern toetsenbord hebben en een batterij die het zeker 2 dagen uithoudt. Verder zal het een krachtige processor en een 5G modem bevatten. Het display zal van hoge kwaliteit zijn en gemaakt van Gorilla Glas. Dit toestel zal dus tegen een stootje kunnen. Zou je de BlackBerry Key 3 een kans geven? 2. Triple Display Flip Telefoon. Bij het bedrijf TCL zijn ze van plan om de opvouwbare telefoon naar grotere hoogte te tillen. In plaats van één vouw zou de Triple Display Flip Phone, die nog geen officiële naam heeft, zijn intrede doen. Deze telefoon bestaat uit 3 displays die je 2 maal kan uitklappen tot een scherm van ongeveer 25 cm breed. Er is ook een optie om het 1 maal uit te klappen. Wanneer het echter tot een formaat van een normale smarttelefoon is ingeklapt, begrijp je dat het in feite 3 op elkaar gestapelde telefoons zijn. Dat is wel een minpunt, want als smarttelefoongebruiker voel je er niets voor om met zware telefoons op zak te lopen. Ontwerpers hebben dus nog wat werk om de telefoon minder dik te maken en verder te moderniseren. Als men zo doorgaat, hebben we straks een mobiele telefoon die een uitklapbare televisie wordt. En nu volgt misschien wel de meest unieke telefoon die je ooit hebt gezien op nummer 1. Je hebt hem vast wel eens in films gezien, van die ultramoderne en ook wel hippe transparante telefoons. En eigenlijk gaan we ervan uit dat alles mogelijk is op het witte doek, maar dacht je ook zelf een transparante telefoon te kunnen bezitten? Of ze door de films geïnspireerd zijn of niet, een paar mobiele telefoonfabrikanten hebben zich gestort op het ontwerp van een doorzichtige telefoon. Je vraagt je wel af hoe zo'n telefoon in elkaar zit, want het is best een raadsel als je zo naar kijkt. In de praktijk zal ook nog moeten blijken of deze telefoon echt handig is in het gebruik en hoe dat zal aanvoelen alsof je niets in je handen hebt. Met de transparante telefoon in je bezit zal je zeker indruk maken in je vriendenkring of bij je collega's. Uiteraard zal daar ook een aardig prijskaartje aan vastzitten. Wat denk jij van deze telefoon? Wat vond je van deze mobiele telefoons van de toekomst? Laat ons in de comments weten welk model je het liefst zou willen hebben.
abonneer je op ons kanaal en klik op het belletje voor nog meer leuke en leerrijke top 10 video's. En tot slot, geef deze video ook een duimpje omhoog en bedankt voor het kijken.